Ja, ik denk dat alle kijker begrijpend is. Dat je alles wat je ziet is allemaal gebaseerd op middellijke interpretatie van wat het betekent voor jou. Of het een bedreiging is of niet. Of dat je, weet je, maar ook andere dingen die je gewoon een vorm van inzicht. Of dat je borden kunt lezen. Of ik ben een keer in China geweest toen het nog helemaal Chinees was. En alle borden in het Chinees, dan merk je hoe ongelooflijk onthand je bent. Als er niet af en toe eens een westerse taaltekst tussen staat. Hoe noem je dat waar wij in schrijven? Cyrillisch, hè? Is dat zo? Daar moet ik even op zoeken. Latijn? Ja. Romaans? Ja. Nee, ik weet het niet. Want mensen zeggen ook heel vaak, ja, jij kunt ze goed kijken. Ik zeg, nee, ik kan goed denken. Het is veel meer denken over wat je ziet en allerlei consequenties uit wat de aanwezigheid van iets in een bepaalde setting betekent. Ook de afwezigheid van iets. Hè? Dus je hebt een bepaalde setting en er is iets wat er eigenlijk normaal gesproken zou moeten zijn en dat is afwezig. Ja, dan weet je dat er wat aan de hand is. Dus het is heel veel kennis over hoe de wereld eruit ziet en hoe de wereld functioneert en wat bij elkaar hoort en die je weer meebrengt in het kijken. En daarom is het bijvoorbeeld ook zo moeilijk als je een foto uit Irak of Iran of een ander land ziet. Dat je kunt bijna niet inschatten wat die dingen betekenen. Je gaat onmiddellijk op je westerse blik zitten. En dat moet je de hele tijd opnieuw weer bevragen. Dus je bent continu aan het bevragen van, ja, waarom denk ik dit eigenlijk? Ja, dus die hersenen die draaien op volle toeren. Als je kijkt.